De kans op een zwangerschap wordt door een aantal factoren bepaald. De IVF of ICSI-behandeling bestaat uit verschillende fasen. Stimulatie, punctie, bevruchting in het laboratorium, terugplaatsen van een embryo en eventuele overige embryo's invriezen en later terugplaatsen. Bij elke stap kunnen er omstandigheden zijn waardoor de behandeling niet verder kan gaan. Wij zullen een algemeen beeld schetsen van de kans op een doorgaande zwangerschap. We nemen hierbij de aparte onderdelen van de behandeling door. Van de vrouwen die starten aan de follikelstimulatie door hormoonbehandeling, komt niet iedereen toe aan een punctie. Dat kan zijn omdat er bijvoorbeeld te veel of te weinig eiblaasjes groeien. Als er wel een punctie heeft kunnen plaatsvinden, krijgt het grootste gedeelte van de vrouwen die cyclus een terugplaatsing. Maar niet altijd. Soms zijn er geen embryo's ontstaan of is er een andere medische reden waarom niet over wordt gegaan tot een terugplaatsing. Een terugplaatsing resulteert niet altijd in een zwangerschap. Dit is in de natuur ook zo en niet ongewoon. Helaas is het zo dat een deel van de zwangerschappen eindigt in een miskraam. In totaal kunnen we zeggen dat het percentage doorgaande zwangerschappen na een eerste stimulatie, punctie en terugplaatsing ongeveer 20% bedraagt. Op het moment dat er meerdere embryo's zijn ontstaan van goede kwaliteit, kunnen die worden ingevroren. Mocht u van het eerste teruggeplaatste embryo niet zwanger zijn geworden, dan kan in een volgende cyclus gebruik worden gemaakt van de ingevroren embryo's. Dat maakt dat de kans op een levend geboren kind van een totale eerste behandeling met verse en eventuele ingevroren embryo's 33% is. Als er geen zwangerschap is ontstaan de eerste keer, kan de behandeling eventueel herhaald worden, als dit kans van slagen lijkt te hebben. Na 3 behandelingen is dan de totale kans op een zwangerschap ongeveer 60%. De cijfers die wij noemen zijn gemiddelden en kunnen per individu dus erg verschillen. Online kunt u de cijfers ook nog eens nalezen.